Oma zal het doen. Net als opa. Ligt hier op het klip. Rijk jongens. Ja, die heb ik. Rol in. Eigen sticker. Oh, gezellig hier. Salta. Dit sticker. Heel veel mooie stukjes. Die hebben we samen. Oh, nou, lusjes. Hele goede morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En je ziet het goed, 's morgens 7:30 zijn wij weer op om, ja, de camper weer te gaan inpakken. En, kijk eens hoe mooi de tegels zijn geworden. Maar nu het laatste stuk, dit grijze stuk, ook nog gaan meenemen. Tot helemaal het gras. Goedemorgen, lekker slapen. Oma heeft alweer een lekker ontbijtje. Nou, opa is al met de hondjes aan het wandelen. Blij dat deze ook nog eens blijven staan, want ik was gisteren ook vergeten de grasmaaier nog mee te nemen. Kijk eens, wordt die weer glimt. En de kunst is toch bij dit product altijd hem heel goed te wassen en na te nevelen. Want ik liep hier net langs en toen zag ik dat hij hier helemaal nog groen was en vies was. En ook hier. Dus het is nog wel een kunst op zich. Om na het soppen hem ook weer goed uit te spoelen. Want ja, moet natuurlijk al mooi schoon opdrogen. Nou, en ik heb een wat ander goedje gekregen. Deze, waar ik nu alle meubeltjes en kastjes zoals dit. En ook die stoelen en die tafels mee kan gaan insprayen. In de hoop dat ook altijd alle groen straks van het meubilair af is. Net te horen dat we niet vanmiddag weg hoeven. Maar morgenochtend met alle rust weg gaan. Dus het is wel zo ontspannen. Dat we hier in ieder geval lekker nog even alles kunnen afmaken. Dit grasje moet ik ook nog maaien. Ja, en kijk eens hier. Die vader van mij die kan ook niet stilzitten. Die is hier helemaal bezig. Pa, als je dit ziet, dankjewel. Had echt niet hoeven. Maar hij zei, ja, ik zal die vloer goed gaan krijgen. Dus met man en macht is hij nu bezig dit helemaal mooi te krijgen. Ik heb de zitkuil leeggetild. En even te laten zien, kijk, zo ziet het er nu uit. Best wel eigenlijk vies. Met vogelpoep, maar vooral ook het alle groen wat ik er niet af krijg met de hoge drukreiniging. Dus nou zei hij al, van gaan ze nu eerst hier op het gras. En dan ja, komt hij straks hier de tegels behandelen net zoals voor. En het grasje er even maar. Nou, dat is even een voorbeeldje hoe het er nu uitziet. Dit is nu het nashot. Deze staat nog te droog in de zon. We zijn inmiddels toe aan een tweede bakje koffie. En wie zijn ook lekker uitgeslapen? Ik heb nog mijn eerste bakje koffie. Dit is mijn eerste bakje koffie. Mama, Luxie, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Echt lekker uitgeslapen. Ja? Maar ik weet niet hoe laat het is eigenlijk. Het is 10:30. 10:30? Ja, is heel erg goed uitgeslapen. Ja, ik denk dat 9:30 of zo. Echt ik, opa en die topper daar buiten zijn nog vanaf 7:30 bezig. Lekker. Voor terras maken we af. Ik ben nu met de zitkuil bezig. Allemaal gefilmd. Ja, en het is weer lekker weer. Het is heerlijk weer. En we hebben nog goed nieuws. We gaan morgenochtend pas naar de rups. Dus ja. We slapen vanavond een lekkere nachtje. Home sweet home. En dan hoeven we morgen pas weg. Ja. Maar dan kun je wel vast de camper een beetje met luxe klaarmaken. Tot morgenochtend om 8:00. Een motortje kunnen starten. En dan filmen ze het kunnen. Nou. Mijn uitslapen. Mijn uitslapen. Heb je lekker uitgeslapen? Dan mag ik. Hoi, mooi. Je bent de hondjes aan het borstelen met oma. Goed gedaan. Laat eens kijken. Hoe borstelt jij de hondjes? Zachtjes, hè? Die auw. Nou hoor, hoezo? Kom eens hier. Oh, ga maar zachtjes borstelen. Oh, dat vindt hij lekker, op zijn rugje zo. Oh, hoezo, wat lekker. Wat zien jullie er mooi geborsteld uit. Heb jij dat gedaan? Samen met mama. Wauw, zien er mooi uit, zeg. Wauw, kijk, aan de tennisterras ben ik natuurlijk beter in de zitkuil. Maar hier in de achtertuin, kijk eens. Papa? Ja, jongens, zeker. Kijk, bij je grote broer. Papa, wacht even. Ja, kijk hier. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Opa, wow, jongens. Hebben jullie dit er nieuw ingelegd? Je mag hier oplopen. Nee, nee, nee. We blijven hier. Ik ben in de zitkuil bezig. Wil je ook een bakje koffie? Ja, is goed. Oké, ook een bakje koffie, opa. Nou, wordt prachtig hoor. Die deur hier even in. Ja, ik doe me dicht. Nee, even hier naar mij toe. Helemaal open. Nog een eentje. Pas op, Luxie, pas op. Ja. Nog een eentje. Papa. Kijk, want we hebben dus een beetje geknoeid. Wauw, prachtig. Dat
Prachtig. Nou, even koffietijd. Ja, ik maak koffie voor jullie. Ziet er prachtig uit hoor. Oma staat natuurlijk Lucilla weer aan het voorlezen. Die wil nog wat laten zien. Wat wil je nog laten zien? Oscar ook. Wil je Oscar ook aan het doen? Kijk. Oh ja, de hele tennisballen. Opa, super. Nou, nog een lekker rustdagje thuis. Hoeveel morgenochtend pas naar de film zet, Cilla? Ja, morgenochtend 8 uur. Ja, en dan kunnen we nog een campertje in alle rust uitpakken. Kan ik alles met opa en die topper buiten alles afkrijgen. Ja, jij mag je binnen helpen, want die botergeuren zijn een beetje voor kleine kinderen een beetje gevaarlijk. Maar ik zie je zo. Ja, wat is dat? Nou, kortom, ons huis opstoten. Kijken we vandaag klaar voor de filmopnames van de nieuwe week. Ondertussen zijn wij aangekomen buiten op dit kleed. Nou ja, het is eigenlijk een tapijtje of zo, maar ik kon het picknickkleed niet vinden. En dit tapijt lag nog in de schuur, dus die hebben we even meegenomen. Ja, die kunnen we dan mooi gaan maken. Mama, zie je dat? Mama, ja? Zat hij daarin? Moet ik deze even weer maken? Ja? Nee, ik moet hem maken, toch? Ik hem maken. Wij willen hem zelf maken. Prima. Nou, we hebben allerlei leuke speeltjes meegenomen. We kunnen weer gaan tekenen. We hebben hier een bal. Deze is voor mij. Ja, die kun je eronder leggen. We hebben hier ook nog dat we kraaltjes kunnen maken. En... van allerlei spelletjes erin zitten. Ja, schatje. Ja, ik kan de Cilla even maken. En dan kan je ermee knutselen. Mee klussen. Net als opa. Ik ben weer begonnen met een... Is het een zoek dingetje? Of is het... Een zoek eieren. Oh, je moet eitjes zoeken. Ah, kijk. Ik ben even op de kop nu. Maar zo, dan moet je eitjes zoeken. En dan moet je het letter maken. Een letter maken. Oh. Daar zit hier het dingetje opgebouwd. Ja, even mooi. Lekker mee spelen. Opbouwen. Lekker opbouwen. Nou jongens, het is een beetje een tussenweertje. We hadden gisteren heel veel regen. Maar dat hebben we vandaag gelukkig niet meer. Dus nou wel dat je zonnejas naar buiten kan. En opa en oma die zijn dus bezig met die trappen en die tegels helemaal mooi te maken. Daniel die is bezig met alg van alle tegels af te halen. Kijk, die heeft daar ook hulp van hem. En die zijn daar ook wel echt de hele dag bezig. En opa en oma zijn daarachter. Heel eerlijk gezegd weet ik niet waar Luan is. Maar die zal ergens op zijn kamer aan chillen zijn, jongens. En ik dacht, ik ga lekker met hun naar buiten toe. Want het is een lekker weertje. Kunnen we lekker chillen hier op het kleed. En ik heb allemaal lekkere dingen meegenomen. In de picknickmand. Zullen we eens even kijken of er wat lekkers in zit? Oh, ik wil dit gaan doen. Ja, dat is ook leuk. Een mooie armbandjes maken. Mama, ik wil dat ook dit hele smaak. Ja. Maar dan willen we het een knoopje maken. Maar die wil ik nou vallen. Oh, was alles weer eruit gevallen? En dan wilde ik dus pakken en dan had hem bij de bovenkant. Oh, moest je weer overnieuw beginnen? Ja, oh. Maar ik had hem niet meer gemaakt. Dus had ik hem laten liggen. Ah, oh. Oké, er zit er wel genoeg in. Ik heb nog maar één draadje, maar die is al mooi gemaakt. Volgens mij hebben we nog wel draadje nou, op binnen liggen. Die had ik al gedaan. Het armbandje. Ah. Oeh, dit is... Nou, eens even kijken, jongens. We hebben allerlei lekkere dingetjes meegenomen. We hebben deze heerlijke crackers waar Lucilla en mama helemaal gek op zijn. Op een of andere manier is die iedere keer uitverkocht. Misschien komt dat omdat wij dat iedere keer zeggen, hoor. Nee, doet grapje. Pijn in mijn tong. Doet die pijn in je tong? Nee, we vinden dit wel lekker. Het is barbecue paprika. Het is kruidig, hè? Ja. Kruidig. We hebben ook aardbeien meegenomen. We hebben ook ontbijtkoek meegenomen. Wil jij een ontbijtkoek, Lusjes? Nee. Die vond je lekker, toch? Die had jij gisteren helemaal opgegeten van oma. Oké, mama. Ja. Hier, dit eerst moet ik hier leggen. Ja. En meteen moet je deze nog hier aan vastmaken. Ja. Oh ja, dan heb je het armbandje. Ja. Dat is mooi. Hé, hey. Hey, opa of papa. Ben je lekker bezig, joh? Waar is hij daar? Hij is nu dus ook zelfs de tuinmobiels aan het doen. Die waren ook helemaal groen. Nou, eens even kijken hoe het hier gaat bij opa en oma. Die hebben de hele vloer helemaal mooi gemaakt. Wauw, opa. Mooi. Het is goed gelukt, of niet? Met dat olietje. Ja, hier zaten allemaal vlekken op, inderdaad. Heel mooi gelukt. Ja. Mooi, oma. Alles weer netjes zo, hè? Je ziet Oscar bijna niet liggen hier op het kleedje. Maar jij hebt dezelfde kleur als het schapenvachtje. Ja. Je heeft hier goed overzicht naar buiten, zie je? En Pip ligt hier lekker, hè? Hé, Pippi.
Mijn puppy. Waar is Woezel dan? Ik ga eens even kijken. Oh, Woezel. Woezel ligt hier. Ja, ze mogen niet naar buiten, de honden. Omdat ze dus dat spul, waarmee ze dus die tuin aan het doen zijn, is heel chemisch, zeg maar, voor de honden. Vooral dus kinderen mogen daar niet komen en de honden mogen daar niet komen. Vandaar dat de honden even binnen moeten blijven. Maar je hebt de jas van Luan gaan liggen. Ik ga eens even kijken, überhaupt, waar Luan is. Die is dus volgens mij, zoals zoveel tieners doen, over zijn kamer aan het chillen. Wat natuurlijk ook heerlijk is en wat ook gewoon moet kunnen. Maar ik dacht, eigenlijk nu zo lekker is buiten. En de kinderen lekker buiten spelen zijn, een picknickkleedje. Heeft Luan daar misschien ook wel zin in? Dus we gaan eens eventjes op de bel drukken. Ja jongens, hij heeft een bel. Hij heeft een bel, vindt hij leuk. Heeft hij zelf gehaald bij de Action. Zelf opgehangen. Maar we gaan even kijken. Ja. Hallo. Hey. Hey. Was je aan het chillen, jongen? Ja. Wat was je aan het doen? Mee voor de dans oefenen die ik dan ook ga doen. Oh, ja. Oké. Okay. Hey, maar we waren lekker aan het picknicken buiten. Misschien heb je wel zin. Kijk maar. Doe het gordijn maar eens even open, jongen. Kijk maar even waar je zusjes en je broertje zitten. Kijk. Oh, ja, zie je ze zitten daar? Ja. Kijk hoe? Daar zitten ze. Is toch gezellig? Ja, dat is heel daar wil je toch bij zitten? Ja. Daar wil je toch bij zitten? Kijk eens, jongens, gezellig. De schaar die had ik meegenomen. Die had ik hier bij Luan. Ja. Alsjeblieft. Is het lekker, jongen? Lekkere wafel. Nou, Luan gaat ook een mooi kunstwerk maken. Ik maak echt even lusjes, oké? Okay? Mooi lusjes. Maar die heeft mama, een beestje, een beestje. Wacht, dat is een heel klein minuscule. Nee, ik wil houden. Kijk. Dat is geen spin, dat is een kever. Dit is een babykevertje. Kom maar met schaar. Nee, met die schaar. Hebben we hem scherp, jongens? Kijk. Mama, hij gaat kort dansen. Ja. Maar moet je dan ook drukken? Oeh, nou vloog hij weg. Oh, hier. Ja. Yeah. Nou, we zetten hem weer mooi in het gras. Zo. Ja, dit zijn hele leuke stiften. Dit zijn namelijk verfstiften. Moet je dan zo drukken? Kijk, nee, dat gaat gewoon zo. Verf plezier. Dat zijn stiften, maar het ziet eruit alsof je het hebt geverfd. Grappig is dat, hè? Ja. Nou, gezellig dit, jongens. Had je gewonnen. Ja. Op een of andere manier, jongens, wint Luxie altijd met dit spelletje. Ja, dat is geen grap. Nee, dat is geen grap. Ik wil niet laten winnen. Nee, ze is wel gewoon heel goed. Is die dan wat? Ik heb dat met mij gespeeld en Jolla 7 en ik 100. En jij 100? Zo. Er zijn er zoveel kaarten. Ja. Ja, er zijn zoveel kaarten. Ja, oké, okay, ik ga voor tegen Luxie. Oké. Kijk of Luan kan winnen van Luxie. Ja, wat zie je? Een meer. Een meer? Waar? Waar? Oh, hier. Weer niet te zien. Weer niet te zien. Zal ik hem kapot maken? Nee, in het gras, hè? Nee, nog niet. Het gras. Moet je eerst even schudden? Ja. Kijk, voor degenen die het spel niet kennen, je moet zeg maar twee kaartjes. Wij doen gewoon even dit. Je kunt heel veel soorten spelletjes spelen, maar wij doen altijd dit. Je hebt hier bijvoorbeeld twee kaartjes. De een legt die op, de ander legt die op. En dan moet je kijken wat hetzelfde is. En wie het snelst het ziet, die mag het hebben. Je ziet bijvoorbeeld hier de boom en de boom hetzelfde is. Dus dan pak je hem en dan heb je deze. En dan gaan de volgende weer, leg de volgende weer een kaart, nog een kaart op zo. En dan moet je weer kijken. Moet je kijken, zien jullie het al? Zien jullie het al? Ik zie het nog niet. Ja, lippen. Ja, oh ja, de lippen. Luan was als eerste. Lippen. Het is voor Luan. Dus het is echt een super simpel spelletje, maar wel een heel leuk spelletje. Dat doen ze eigenlijk al. Nou, weet ik. Ik denk dat jullie het een van de spelletjes zijn die het meest gespeeld worden bij ons thuis. Oké, dan moeten ze allebei kijken wie het eerste ziet wat het dubbel is. Wat is er dubbel? Mag niet jou. Ik zie het nog niet. Of rood. Ja, goed zo. Dat zal ik zien. Je zag hem niet, hè, Lu? Nee. Clown. Oh, Luxie. Ze is echt snel, hoor. Ze is echt snel, nu al. Mam. Oh. Mam. Ah. Luxie. Klaftje 4. Ze zijn allebei heel fanatiek, jongens. Auto. Oh, nee, Luan was iets eerder. Mag ik er? Hond! Goed zo! Vijven! Diverse beestje! Oh, ik zag hem ook niet. Ik zag hem ook niet. Nee, jij kan het ook goed nu. Sneeuwpop! Ja, ik zag hem ook. Sneeuwpop. Dolfijn! Dolfijn! Mama! Oh ja! Mama, ben jij mee?
Die is van mama. Ja. Nee, die lag even eronder. Heb je ook dezelfde? Ja. Ja, heb je ook dezelfde? Dat is grappig. Nou, Lucilla zet hier nog mooie kraaltjes te rijgen. Die bliksemschicht. Ja. Nou, ik had het. Ik wist niet dit. Ding dong. Tot fijn. Ja. Cecilia. Nou, wie heeft er gewonnen, jongen? Nou, nu heeft... Ja. Je ziet het wel. Luan gewonnen. Nou, Lu. Goed hoor. Ik ben tegen Luan. Op de hoofd. Op de boek. Ja, wat is er, jongen? Op de boek. Wat zie je? De? Op de boek. Wat zie je? Oh, hier. Dit is weer een mier. Dit is niet erg, jongen. Nou, we zijn nu dus kwartet aan het spelen. Dit zijn mijn kaarten. Otterpoep. Dit is namelijk het poepkwartetspel. Oké, dank je. Open. Ja. Heb je kwartet? Vier kwartet! Ja? Oh, nou, Lux heeft kwartet, jongens. Mama. Van welke poep? Ja, van die. De? Lode. Van de? Lode. Opvallende otter. Deze zijn de Hollandse hopen. Ik heb nog niet. Jij hebt nog de koe. Oh, je moet de koe nog, Luxie. Hij heeft een koe. Bijna heb je. Maar je moet toch altijd vier? Ja, maar hier soms zijn het ook vijf. Ja, soms vier, soms vijf. Denk je. Ja. Ja. Heb jij van de... Heb jij van de safari scheid? Even kijken, de leeuw. De safari scheid, dat is paars. Ja jongens, het staat er echt, safari scheid. Ja, dat heb je met een poepspel. Ja. Alle verschillende soorten poepjes. Kijk, dit zijn mini poepjes. Kijk, allemaal mini poepjes. Deze doen we? Ja. Ja, alleen is het van de... Ja, dit is van een andere. Dit is van de buffel. Maar die vind ik ook erg. Oh, nou, dan moet ik er een pakken. Slopen! Ik heb de koude kak. De koude kak. Hoe bedenken ze het? Het is wel echt wel leuk. Heb jij dezelfde? Goed zo. Goed van jou. Heb jij van de... De kleur... De geel. Bisje, geel, bisje, ja. En dan? Bisje. Mama, bisje. De L. Bisje. Ja, die heb ik. De koude kak, alsjeblieft. Nee, ik wil het zo. Laat eens kijken. Ja, hebben jullie het gezien? Dit is heel gek, jongens. Hebben jullie ooit gezien dat dit een drol is van een slang? Echt? De, kijk dan. Is toch gek? Slangenscheid. Is dat reptielenrufte? Ondertussen heeft Daniel is hij alle tuinmeubelen aan het doen. Je ziet hè, dit heb ik gedaan. Ja. Dat moet nog, moet je opletten. Ja. Kijk. Kijk hè. Kijk. Zo. Zo was het. Ja. Zo wordt het. Mooi hoor. En als het dus opgedroogd. Ja. Dan ziet het er zo mooi uit als dit. Kijk, want dit was helemaal groen geworden jongens. Ja, mooi. Nou. Moeten nog vijf. En dan is het gedaan met de rij. Papa. Wat zo lesjes. Wat zo. Ja. Woehoe. Mogen ze er niet op komen? Kon eens wat moois in tekenen, jongen. Wat ga je maken? Eigen stickers. Eigen stickers gaat hij maken. Heeft hij een filmpje online gezien en dan wil hij dat ook proberen? Ja. Maar Luxie maakt ook mooie vormpjes. Kijk, mooie. Het enige wat je noemetje, een zonnetje. Is een A4'tje, bakpapier,
En doorzichtige tape. Oké. Okay. En een schaar. Ja, ik ben benieuwd, jongen. Ja. Leuk. Leuk idee. Papa is nog steeds aan het grasmaaien daar. En Lucilla is daar bij opa en oma. Even kijken of we ze kunnen zien. Ja, Lucilla is daar bij opa en oma. En Lucius is hier op de trampoline aan het spelen, jongen. Oh, gezellig hier in de picknickclub. Papa is bijna klaar, hoor. Wauw, oma springen. Kijk eens, Lucius, oma springen met de hand. Oh ja, deze moet ik ook nog even afblazen, zie ik. Ik had de bladblazer daar nog liggen. Ja, en ik moet deze randjes nog. Ja, ook nog. En ik moet de randjes nog even maaien, zie ik. Ja, jongen, ja, daar komt hij. Ja. En de randjes hier nog maaien. Nou, super. Ja, weet je wat ik ook doe, oma? Met dat kleine grasmaaitje op de laagste stand maai ik ook altijd onkruid tussen die bomen weg. Hoef je dat niet met de hand te plukken. Salto, word er lang. Nou, Leon heeft dus met dat tape de papier eerst op de bakplaat gedaan. En dan de tekening erop gelegd en weer een laagje eroverheen gedaan. Oh, echt dit sticker. En als je dan dat bakpapier laagje eraf haalt. Dan plakt hij. Nu. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga de mijne doen. Dat is toch cool. Nou, dat zie je. Kan je dat dan afhalen? Kijk, dit kun je dan zo. Kijk, dat meen je. Oh, vet, Lu. Hij werkt echt, dat filmpje. Ah, superleuk. Leuk. Dan kun je gewoon eigen stickers maken. Heel erg leuk. Ik vind het wel echt iets leuks om te doen als je verveelt. Ja, ja. Dus tip als je verveelt, maak eigen stickers. Alleen maar met bakpapier, met een tapeje ja, en met kijk, papier. Met bakpapier, met doorzichtige tape, een schaar. Ja. Witte A4'tjes. En stiften of potloden. En als je dan een tekening hebt gemaakt, dan? Wat moet je dan doen? Dan moet je de tekening uitknippen. Ja. Nou ja, tekeningetje uitknippen. Ja. Dan plak je eerst wat tapes op elkaar. Dus één zo en dan weer één zo. Ja. Dan leg je het vlinder op. Doe je het weer. Tape weer eroverheen. En weer zo. En dan knip je hem weer eruit. En dan heb je een... sticker. Echt superleuke DIY-hack. Ja. Daar gaat papa weer. Ik ga hem even aan oma en opa laten zien. Ja, dat doe maar, jongen. Nou, Lucilla heeft hier ook allemaal stickertjes gemaakt. Ze gaat nog meer maken. En Luxie heeft ook heel veel mooie stickertjes gemaakt, Luxie. Leuk. Nou, dat wordt wat. Zo, wat zijn jullie goed bezig. Kijk dan, Lucius. Wat ben je aan het doen? Kijk, daar zal ik opnemen. Ja. Mooi hoor. Nou, dat ziet er weer goed uit. Heel mooi. Ah ja, kijk. Nou, dit geeft toch wel weer een mooi en gezellig gevoel, hè? De lente mag weer beginnen. Zo, en Oscar die waakt ons, hè? Zijn jullie ook klaar? Ja, bijna. Bijna. Ik heb dit. Mooi. Ik kom nog alleen. Wauw. Deze helemaal in te kleuren. Die is gaat, mooi. Gaat... Ja, ik ben heel benieuwd. Een plekje gevonden voor deze. Die hebben we samen gemaakt, hè? Ja. Een regenboog. Ik heb een plekje gevonden. Waar gaan we hem neerhangen dan? Hier zo. Bij het huisje. Kijk, leuk, Luxie. Heel mooi geworden. We zijn lekker naar binnen gegaan, want het werd toch een beetje fris buiten. En hier kun je ook goed de stickers erop plakken. Dus Duan die doet nu ook de stickers van de meiden. Is hij aan het uitknippen. Die heeft het bakpapier gedaan. En nu heb je gewoon je eigen sticker. Moet je supercool. Deze allemaal uitknippen? Ja. Heel veel stickers te doen, jongens. Maar wel leuk, dan kan je zo je sticker zo opplakken. Of weet je waar je hem op kan plakken? Hier zo. Oep. Op je voorhoofd. Nee, je kunt hem ook hierop plakken. Doe eens. Dat is leuk. Doe eens. Op het hoesje maar van de iPad. Maar je moet hem niet hierop doen, want dan kan je hem niet meer zo doen. Oh nee, je moet hem ja, niet op de vouw doen. Ja, dat is leuk. Dat is toch de iPad die de kinderen het meest gebruiken? Ja, ik nooit. Kijk. Zo, ze kunnen we hier ook nog leuk. Leuk. Kijk, en dan zit er dan gewoon op. Mama, ja, ik wil er ook maar voor
Jeroen. Ja hoor, dan plakken jullie hem lekker vol. En jullie stickers. Dit is de iPad waar de kinderen altijd spelletjes op spelen. Dus ja. Nou, dit is ook een sticker van Luxie. En die kun je dus zo dat papiertje eraf halen. En dan heb je hier dus gewoon een plakstickertje. Grappig hè? Dus de tape, zeg maar. De achterkant van de tape. Ik mijn zon ook al opplakken. Mijn zon. Ja, dat is wel heel erg groot. Ik denk dat je die ergens anders beter op kan plakken. Ja. Mijn konijn en mijn hart. Ja, die kunnen er nog wel bij. Leuk. Dan kan jouw hart bij de hier zo bij de grote kant. Ja, en dan is het konijn. Nu is het helemaal vol met de stickers, jongens. Dit is mijn kant. Ja. En? Deze kant. Ja, leuk. Nou, en zo is het geworden. Kijk, daar hebben we de lichtbanken neergelegd. Voor de zomer. Nou, wauw, Loesjes. Alles klaar. Mooi, oma. Laatste tafeltje nog. Nou, Loesjes. Achter het stuur, waar zijn wij dan? Bij de? Hier. Bij de rover, hè? Papa. Ja. Papa gaat even storten, want we moeten hier even karton storten. En daar het huis wel, goed? High five. Niet wegrijden, hè? Nee. Nou, we hebben de grasmaaier afgetankt. En net bij de rover hebben we de blauwe bus nog even afgetankt. Maar Loesjes... Die zit nog vol met benzine. De zilverbus zit ook vol. De blauwe is ook afgetankt. Maar de grote camper moet ook nog afgetankt worden. Met nieuwe grasmaaierbenzine. Hier, hou jij deze vast? Ja. Oké, lopen naar de witte camper. Gaan we nog even die twee aftanken. Hè? Nou, en dan stond hij natuurlijk weer naar de cockpit. Hey, gaan we deze even aftanken? Ja. Net naar de rover geweest. De blauwe bus afgetankt. Deze aftanken. Moeten we eerst diesel. Daarna AdBlue. En waar is de gasmachine? Ja, kijk, die moeten we ook nog tanken, hè? Toppie. Ja. Nou, ga jij even sturen? Tank papa het anders. Ja, jij camper sturen, hè? Ja, maar die heb ik hier nodig om de dop zo weer vast te maken. Ja, die hebben we zo weer nodig. Kijk, ik heb ramen open. En niet toeteren, hè? En niet toeteren, hè? Niet toeteren, hè? Waar zit de toeter? Eén keer. Eén keer, probeer. Ondertussen zitten we lekker aan tafel en oma heeft er heerlijk gekookt, jongens. Gezonde macaroni van oma, jongen. Pennen. Dat pennen. Ja, dat is ook wel lekker, hè? Ja, even blazen. Ja, Lucius ligt al lekker te slapen, jongens. Die heeft vandaag zijn slaapje ook overgeslagen. Maar dat klopt ook wel, want we kwamen later uit bed. Ze heeft geen middagslaapje gedaan, dus hij was back af. Dus ik heb hem gedoucht en die ligt er lekker te slapen. Voor nu gaan we deze vlog afsluiten. Maar vanaf morgen komen er weer hele leuke video's aan. Met ook een hele speciale gast, maar dat gaan jullie vanzelf zien. Voor nu zeggen jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet te abonneren en klik op het belletje. Dankjewel oma en oma voor het helpen in de tuin. Ik vind het ook weer hartstikke mooi. De hele veranda weer mooi gemaakt, jullie hebben gezien. En mama, en de trap weer mooi gemaakt. Zien jullie weer snel in een nieuwe video. Tot morgen.